salute guys. Your broom is the mayor. Back with another public service announcement. Hi guys, I hope you guys are feeling good this morning. Salut guys, this is your broer Mr. back with another episode of the PSA podcast. Hello, see, Huis Toe Records is on the place now, hoy. Us. Where? Us. Kijk eens, this episode van die PSA podcast, nou, jullie moet gewoon warm maken, man. Guys, listen, ja. Huis Toe Records is on the place now. We gaan zo een beetje jive op die namen. Kijk eens, allemaal maken ons TikToks op die numbers. Nou, ik wil zien de TikToks in mijn live, daar halen jullie. Come on. Gauw. Come on, kijk maar weer, come on. Kulus. Sana is doing team payan. Dikken si komen zij vatan mayan. Sana is doing team payan. En daar nog weer van ons. Dikken si komen zij vatan mayan. Wat is dat zo? Sana is doing team payan. Dikken si komen zij vatan mayan. Sana is doing team payan. Soos maak gebruik en celebrate. En deliver to light en vijand en huis toe. Vaat die nie altijd en soe. Skoot is time, baba. Hier is een ketlijn party en ze weer kom niet als het huis toe nati. En je huis bij huis toe party. Dat was something different. Huis toe rekenst de meie, maar dag maar of kak. Waar toe huis toe moet zij kom, te feit jou vijand van zij stom sakola. Hou het daar, wij jou skouwer en sap. Aan de kant, dat ze beter op mama. Waar toe huis toe moet zij kom, te feit jou vijand van zij stom sakola. Hou het daar, wij jou skouwer en sap. Aan de kant, dat ze beter op mama. Altijd ja! Waarom? Tussen de linkerbeken, tegen hier nog een streken. Zij wij smellen, wat zijn toes, hij is je steken als een wekers. Mijn is een wat in het verstaan. Hij zal hebben zijn katten. Katten. Guys, welcome to the PSA podcast. Ons is zoe, man. Hij is zo rekkend. Wow. Werk die werk. Ons maken ons kak volgen. Dat is een beetje een waste of time, mannen. Serie mensen, wie zijn jullie namen? Waar is jullie van? Begin het. Oké, ons is eindelijk 5. Oké. Wat ik is krij. En die is onze eie. Wow, Zatanelli. Ik was aan Maaike, ik kan praten, jong. Bye, dankie. Ja. Oké, ja. Mijn naam is Daniel, maar... Maar je stijde naam is Hoza Danieli. Hoza Danieli. Hoza. Jou kan? Dat is wat, ja. Mijn naam is Scotty. Nee, dat hebben we net mij gebruikt. Scotty Stein, baba. Mijn naam is Ries. Ries. Van eerste refie. Oh, kan je zeggen? Ik heb niet mijn rechte naam, wat in die mannen? Waar kan die Scotty stokken? Ik... Iemand van mij gevraagd, bro, waar krijg je naam? Ik zeg, nou, ik denk dat het bij je Scottish lieden gedrinkt die weekend. Toen zei hij, nou, Scottish time, baba. Huh? Als een Scottish time. Jouw kant op dat? Mijn naam is Brighton. Brighton? Mijn naam is Steampie. Vattele weg. Daar is jullie weg. Oké, dat zijn mannen, mijn broer. Nou, zijn jullie hier, mijn broer. Obviously, jullie maken nou trends op TikTok en zo. Die mensen zien jullie video's en zo. What is it been like for you? Ik praat nou van die, hoe kan ik zeggen, die energie van die andere mensen, man. Hoe voelen jullie van jou? Mijn broer, zou je me keer richten, maar... Hij Mike. Nee. Ja, 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 ja. Jouw Mike. Hij is jouw Mike. Hij is jouw Mike. Ja. Hij is een boxie met zoek, man. Ja, maar seriously, what is the response been from just general South Africans, Cape Townians? Nee. Hoe voelen jullie? Nee, nah, die support is definitely last. Dus oors, in onze eigen plek ook het aanbegin eindelijk. Oké. Okay. So understand, so oors het hij eerst de oorse mensen gevind, voor oors die andere, you know, like, we're now out there. Ja. Yeah. So it's finally there, like... Dus nou, ik voel definitely zoals bij je mensen, als het eerste naam gemaakt, als een team van je. Ja. Kijk hier is altijd, joh, is goede combination, you know, like. In plaats, ik zie jullie doen bij je shows, jullie is de orals. Ja, ja. Wat was een paar van jullie businesses wat jullie gedaan nou in die afgelopen, let's say, 3, 2 maanden? Of waar was jullie?
Uit de oosten is bezig met het ook, maar team van Jansje. Oh, is er nou bezig met het ook? Ja, oké, nou waar? Ja, we Robertson, we zitten volgende week van Oudshoorn. We zitten van Mosel bij jullie. Wat wil je verstaan niet? Nou, hoe is het zo, man? En kijk eens, en zien als jullie uit die plek uit, hoe voelen die mensen, hoe gaat het dan, gaat het allemaal dan? Nee, bro, we willen eens praten. Oké, nou, dat is waarom komt mijn next question, ja, maar nou, Javita, zijn nou misschien een beetje, Javita aan die kapen, dat ze misschien nog famous raken en zo, maar die mensen beginnen je nou doppen, die mensen zien, hulle ken je nou, zoeken hulle foto's. Was er nooit kennis wat misschien geboorst hebben? Hallo, ik zoek een lekker tijd, maar kan ik wel huis toe komen? Was er was dat niks? Was dat niks? Ik vraag, moest dit? Nee, kijk eens, dat is de PSI podcast. Yo, we talk the truth only. Zo, jij moet waarheid geven voor ons, bro. Ik wil wit. Heet jelle in een iemand in een café, nou is toegevat al. Ja, kijk hier. Maar bro, ik weet, ik denk die man het mochi is, die man het girl is bij die huis, bro. Girl is het kwaad, is maar waar, is all for fun in games. Ah, ga tegen je waarheid, ons man. Weet jelle, is toegevat? Werk. Zijn naam, zijn naam. Nee, ik wil niet naam zien, ik vraag niet. Dus ik explain to us wat er ooit gebeurt. Oké. Kijk, mensen kennen niet meer zoveel oors. Oké. Ze kennen van oors. Ja. Verstaan. Dan zal er een meisje zijn. Yo, brother, ik zit nog met, ik is nog met 400. 400? Unread message. Werk 400 unread. Ik zit nog met 400, mijn vrouw. Hij is een piek nou voor jou. Hij is een record. Nou, is het ooit verder gevat van een DM toe naar Kois toe? Of course. Hij is toe moet ze komen. Nou oké, dat is een stukje. Ik wil wat jullie, want jullie zien ook niks. Jouw kant af. Ik kan het ja, hij is wel pa van hulle, maar ouwe, je man terang wil op een lijn zitten. Hulle hou van oor lijn terang, hulle hou van oor die lijn kom sien ze nou. Wat zo nou en dan moet ze zo. Oké, wacht, limiet ik een step back hier. Jullie zijn getrouwd hier, hè? Jullie zijn girlfriends. Dit zijn de girlfriend. Oké, zeg voor hem uitlos, mijn broer, kap aan. Yo, wat was het? Problems. Problems. Al als je me daar iets over te kwaad zien, is 3, 5 of zo. Kijk eens nou, was jullie op de plek nou, jullie misschien uitgegaan met mensen, misschien wel, ik ken misschien, wie is jullie niet? Nou doen jullie namens op die stage en als jullie afklim. Wat is de respons? Misschien als je ingelopen zegt, wie is die homie zijn? Achterna, hoe is het? Daar zal ik antwoord, nee, definitief. Hij gaat helemaal naar eerste, you know, zoals Daniel gezegd, niemand het voor zijn tijd gekend. Kwaai, ja. You understand, zoals nou, hij zien nou die blow-up, jij, die light is. Nou, ons komt bij die event, ik weet alles wat muziek maakt, zoals dat tip out. Ja. Scott is allemaal net die gegaan nou. Like alles wat in die muziekindustrie is. Nou hoor, wat gebeurt is. Zeeuws, zeeuws. Zij komt net daar bij die event. Nee, normaal is alles is ding is, zij vat steeds. Zien net die crowd, kijk hoeveel mensen gaat antwoorden, maar wat ik nou lig aan ga kijken. Boep, nou kom ze af van die site, zei 10 en kijk, en hij heeft een foto. Noem maar, you understand? Ja. Hij is waar het komt, hulle wil eerst zien me nou dinges nou. Hij is hoe kan ik zelf, like van iedereen en sê, oké, oos, like, oos kan bij me, oos kan bij girlies krijgen, especially oos in de industrie. Maak me nou naam, ja, bij jou van die girlies, ik zal sê 80%. Van hy moet nou, hy broer, you understand? Die naam moet vat. Ze moet uitkijk ook. Van zij komen naar haar, zij hebben niet altijd aangekeken. Ja. Kom maar nou, want zij zien we nou, jij die man, al die, al die fame en al die en al die. Nou, zien ze mij soms van die kennis al. Alles maken net van een zoekje fame. Alles kan niet wijs, man. Niet wijs. Nou, zal ik een plan kan maken voor huis toe laat brengen. Huis toe moet zij komen. Zal ze komen. Nou, luister, nou, obviously, ik versta nou met die social media, obviously TikTok, het moet obviously dankbaar zijn voor jullie. Geklom mensen, kunt jullie trains, die mensen kunnen op jullie namens klimmen. So, my question voor bije mensen, ik zal praten met jou op de podcast bije man. You understand dat je nou fijn bent, hij is jouw één ding, no? Is it working for you on the other side? Krijg jullie geld voor jullie gigs? Betaal die mensen recht, dat is wat ik wil weten. Hey, zij jouw sociaal moet zeker maken dat ze worden recht betaald. Ja. Maar daar is een paar mensen wat hulle lak draai. Oké. Hulle gaat dik kijk zo, daar is ook ik wel. Hey, jullie moeten alles maar zeggen, maar hallo. Als ze voor ons boeken komen toemaken en zoomen, man. Zien ze dat? Serie mensen, ooit gezegd, ik zou weten wat ik 200 rand voor jullie, maar nou stik uit 200 rand in de boot braai. Weet je zo niet. Nee, ik vraag het eigenlijk wel. Ja, definitely. Ik zie me kunnen gaan af. Bij mensen, dan zal ze zeggen, nee, als verzeerde of ik doe het voor mijn leid, die mijn leid gaat. Het is voor example, zoals Merum, zoals, hoe kan ik zeggen, ah, leid, die gaan nou, wat zie je, understand? Als bevijsstuk, you understand? Nou, kom mensen aan, precies, nou, ze gaat dit doen voor een leid of zo. Als je bevijsstukje, nou,
amper soos hy wil vir ons dan toemaak, man. So oos die ek nou net daar uit vir die kamer, like vir die lighty. Sy mag gee al onder oos uit, want die mense kom eindelijk om vir oos te kosien, you understand? Ja, nou is baie belangrijk ons die conversation net, want ik wees vandag, baie mense word soma geboek, en dan betaal die mense nie redelijk vir jou nie, of hulle wil jou toemaak, of, kon net uit, man, julle was hier so nie, man. Nou wat jou naam een beetje vat, nou wil hy, dit is uitstiek. Nou weet ek moest hier so nie, maar nou, listen, nou, dis nou ook vir die mense, nou wat, kijk, when it comes to you guys, nou, behalve TikTok voor hy, nou, hoe lang doen jullie muziek eindelijk? Ja. Ik maak nou muziek voor 6 jaar. 6 jaar? Ik begin als een producer. DJ. Avond aan af toe. Sluit ik maar net om een paar wakkels te gooien. Aan te gooien? En toe vat hy. Kwaai, jouw kant? Jo, we doen het hoe lang nou? 5 jaar. 5 jaar? 2018. 2018? Jouw kant? 2018. Ik heb alleen begonnen als een producer. Nou. Toe kwaai. Korieke saam, toen hij kreeg van alles nou niet, is easy beat. En dan, nou, het was het stimpy en nou de tools. Maar so, nou, dat is in die conversatie wat we hebben, bij je mensen denk je dat misschien gisteren begin of kijk hier, misschien in de afgelopen 2 maanden heeft die naam nou een beetje gevat. Nou, je mensen komen nou weer aan de dag, maar jullie zijn lang al bezig. Was jullie ooit gecompeteerd naar die Temple Boys? Nee, ik vraag me zo, ze op die podcast, ons moet zich kakken vragen. Die mensen zeggen maar, oh nee, dat is een Temple Boys. Nee, je weet niet hoe ze mensen, want ons weet, want misschien, en ons moet ik je waarheid zeggen, yes, die Temple Boys is gekomen met de sound, no? Maar jullie was allemaal samen op de tijd, allemaal met de sound gekomen. Hij was niet die man, maar allemaal was bezig met die sound voor lang tijd. Hij samen met een van de namen misschien gevat. Nou, nou wat zeggen ze mensen, nou zeggen nee, jullie was die mensen, of... Die mensen. Wel, zulke mensen zitten in Fokkoli. Dat zijn we een mike dat ze praten. Hoe kan ik zeggen? Hoe ze nogal waren wat mensen zeiden. Maar ja. Eén ding wat ik kan zeggen, Timber Boys is great. Is great, ja. Ik moet het met. Alles is great. Alles is great. Nice, that's why I also want to have this conversation om te zeggen, you know what? If somebody opened the door for your genre to become, and ons kan zeggen, dat is part van die mannen wat die dieren opgemaakt. Maar nou, hier is jullie ook. I see niet, ja. Kijk eens, anyone, your idols can also become your rivals, of wie even die goud vandaag is, maar kan zijn niet meer die goud is. Ik zeg niet, voor hulle nou niet. Ik maak nou een example, depend on how hard you work, because one day you can be on top, next day you can be at the bottom, then one day you on top, en morgen kom maar nog een crew uit, daar gaat wat dat jullie sê. En dan gaat diezelfde ding misschien doen, oh, nee, mensen, bite nog hij lyrics van zijn laatste number. Allemaal wacht voor hij breakthrough, man, hij is een breakthrough. Niet dat iemand wat vat. In zo wacht die mensen waar die anders in zitten. Het is amper zo vier man. Ze moeten aan die branden, ze zijn in die auto gaan gooien, dan gaan hij dan dood. Maar hij denkt van, ons moet ook verstaan, er is enough pie to go around, verstaan, ze allemaal kan eten. Because the thing is, vandaag, als je misschien naar line-ups kijkt, ze hebben geen schelle mensen, niet één. Ze zoeken nieuwe bloed, and we must make way for new artists. This is South Africa. Hoeveel mensen ken jullie, als je talented is, wat je ons namens maken? Ja, bij je. Zo gaat ons zeggen, nou ja, ik kan niet misschien beginnen van, ik klink als zo'n land. Allemaal moet beginnen. We need more artists. Ja. Gaat alleen zeggen, nou, but we can't have Drake and Lil Wayne. Nee, Drake bite for Lil Wayne. Ons kan ons al tweet. Ja, zo nou voor jullie, maar wat is een van die beste dingen? Wat gebeurde samen met jullie nou, wat jullie misschien shows beginnen? Die liefde, man. Die liefde. Die liefde wat de man krijgt van die mensen. Yo, guys. Ik heb van jullie allemaal woord. Dat is allemaal wat voor ons maakt ook, man. Nee, je weet, dat is jouw fans wat voor jou maakt. Zij moet ook maar geven wat zij kan geven. Ja, zoals ik ooit nog gezegd, dat is die liefde, man. Ons hou van mij. Zo wat van mij, persoonlijk. Ja? Ik hou van je adrenaline. Die adrenaline? Ja. Op je stage? Ja. Ik is zeker waarheid van een mic en van alle. Zij wil net, hij denkt voel. Ik wil het niet voelen. Zolang voel ik, even als ik op je stage sta. Zolang ik zie mijn team, is hapa is steeds en hulle hij geeft veel klaar. Ik waar nie. Maar hulle weet. En jou kan te praat, bro. Praat. Nee, definitief. Dus voor mij, als ik muziek maak, ik is weg van alles af. You understand? Nou net. Hoe kan ik zeggen, man? Het is zoals hulle sê. Ik heb iets anders om te zeggen, you understand? Maar nee, het is definitief niet meer. Nou, waar is je? Als je allemaal van die cello hoedaf of van een doffere plek? Oos, hij is toe, ja. Van waar is je allemaal? Huh? Outbuy. Outbuy. Nou, kijk eens nou, wat nou, hoe en hoe ze gemeenschap in jullie nou? Als dat liefde ook, as words nou. Ja. Like, hoe kan ik zeggen, oos een trari naam nou, eindelijk in je Outbuy. Ik zal niet, hij is nog, maar hoe kan ik zeggen, like, oos, kijk aan wat dit, Mr. Meijer gezegd, like, hij moet nog mensen komen, zoals Danieli was de eerste producer in je Outbuy. Ja. Hij is nou omtrent 4, 5. En hij het allemaal geschoold. Kwaai. You understand? Ja. Zo so, als je net oorskijk, ik voor allemaal. You understand? Zo. So, ja.
En ze was in enige tijd waar je misschien uit gekregen van mensen. Praat waar je uit, man. Yeah. Oos, we was unpacked all of the stuff van die mensen, want die goed te weet, man. Obviously, die mensen kijken op alle faunen. Zij weet hoe mensen dachten, oh, zo'n naai die. Die zijn kak die. Oh, wat staan ze nou? En wat is soms van die uit wat je gekregen in real life en online? Oké, okay, like. Voor mij, nou, ik heb die gehoord, like, je meisjes praat bij je, maar ik hoor die. Oké, okay, wat hoor ze? Van mij. Ik zei, wel, hij zei, hoor wat zei die broer van jou? Ik zei, wat zei ik? Wat zei hij? Hij zei, nee, zij maakt niet muziek van, ze is boring met je lieve. Ik zei, zo right. Als right, Ik zei, maar kijk nou, hij kijkt op naar mij, zo is right. Sinds, also, en als hij zei, wat die dames op zo op in namen van mij, We staan, en ik zei, als niks met liefde voor hen. Ja. We staan zo, ik zei, zeg maar, wat zei van mij, het zal altijd uitkomen. Kwaai. Ik speel slecht met een meisje kunnen zijn, wat een man is. Jee, praat. Jee. Hij is je grootste man. Kijk eens, hij hoeft. Ja, en als druk, man, hij wil aanklimmen. Ja. nou maken we jouw swaga. En wat do you say, my brother? Joh, hij was. Wat is dat? Move on, man. Hij gaat het ook bitter maken bij iemand. Zo, ik was een paar jaar uit tijd, hoe kan ik zeggen? Hij was een tijd, like, allemaal zeker met mezelf. Joh, man, ik aan nou met die, zeker met jou. Nou, ik ga niet beginnen, hoe kom ik aan de stop? Ja. Hij gaat me steker maken, man. Zien ze. Kwaai. Als hij naar uit gaat eten, hoe gaat hij op een of andere dag? Nou, ons moet ook verstaan. Als hij niks uit is, dan doen ze misschien zeker fokkolie. Zeker met mezelf. Nou, hij gaat me steker maken als een persoon. Op een of andere dag, zien ze. Ja. Zeker met mezelf. Nou, ik doe naar het begin, hoe kom ik naar opbouw? Zo. Ja, hij gaat me net zo. Alles is hetzelfde, maar alle maatjes, weer je fans. Ja. Alle bouwen, als je zin hebt, ja, dank je. Kwaai, normaal. En dat je klom zo is gewoon, nou, die man heeft die achter je boot gezien. Hij heeft die gezien, hij heeft die gezien. Maar ik weet niet hoe ze weten, dus die niet kapen. Maar kijk eens, oh, likes mensen afbrengen, zo aan de stijlen, man. Ja, dat is kwaai, is kagai. Zo, man, hem kwaai is kagai. But I think I read ik heb de quote, als dat een quote van zijn, wat iemand gezegd heeft, never let it stop you from doing your thing. Nou, dat is bijna belangrijk, oors moet allemaal lijken. Oos moet hij ontdekken, you're going to have a lot of people that's not going to like you on the way up, and that's okay. Daar moet je vat op je kinderbak, because the thing is, you're going to get people who love you and who people who hate you, and that's alright. It's just when you come more parent. En zij moet niet aangaan, aanbeweeg, mijn broer, van dagse tijd. Yo, mijn bro, life is changed, bro. En nou voor jullie, mijn bro, en nou, hoe voel je dat die gemeenschap support en kolen uit naar jouw shows toe? Ja. En jouw het bij hen? Alles support voor ons, ja. En hoeveel jullie maas en paas wordt die goede? Alles is maar de antis, de oma, alles. Ik wil van jullie eigen maas en paas, cousins en broers. Stik eruit. Hoe voelen jullie naar al je muziek? Ja, mijn maas is even, ze mijn maas. Je hebt jullie niks maas gezien, jullie maar kak muziek. Maas is number one. Kijk, aan die begin dit hele show gezien. Zet af die kak hier. Zet die kak. Die raas, man wil slaap. Nou, nee. Ik kan uit dingen niet aan. Mijn maas even mij. Jullie is Huis Toe Records, hoor je naam Huis Toe. Maar zij kent niet eens van de Huis Toe komen. Zij staan nooit bij de Huis Toe. Zij staan nooit bij de Huis Toe, ja. En jou kan moeten praten. Het is een andere spel. Ik zei, maar wat de droom mijn goed is die. Het goed maken in het geraas. Ik versta niet aan niks dan. Ik nou, hoor niet lekker. Zo, joh, wat nou, nee, nou zullen alles maatslaan. Ik wil niet alles, allemaal is achter mij nou. Maar ze zal me altijd zeggen, nou, ik doe jouw ding. En zo. Nou, zien jullie, muziek is going to be a career path, is die nou die loopbaan voor jullie om misschien dit muziek te maken? Doen jullie andere goed? I mean, do you have day jobs, week jullie bij andere plekken, wat doen jullie? Nee, dat moment doen ik niks. Muziek, 100%? Muziek, sterk. Ja? Ik heb een fulltime job, ik is permanent. Excellent, ik ben nou per week. Zeg dit voor die baas, als op de PSA podcast, we staan bij je. Ik draai die uit, man. Ik maak hier een breakthrough, man. Sinds van die groep ook, ik wil die moet stable is. Nou, zie je nou als stable genoeg staat er die week los? But of course, ik ga dat nou met... ik ga dat nou met Kerem gevraagd. Dus je Kerem, me praat met die werk, jong. Of van hoe kom ik wel nog in die dan klim? Ja. En jouw kant, bro? Geen aan die mic, hè? Ik is unemployed, but yes. Now and then, week, so, but... Als je muziek wat om je nou, down, dat is mijn follow-up question. Week die ding voor jullie? Het week, ja. Krijg jullie contant, krijg jullie rand? Papier hier, daar, ik vraag ons. Het voor jou in die gang, hoor. Is genoeg. Because obviously, aan het begin, you obviously still learning. So jullie moeten eerst die naam uit, dan kunnen mensen die naam vatten. Nou, en nou kom bij prijzen. So jullie moeten nou kiezen, wat is die prijzen, wanneer is die prijzen? En zo, but is het sustainable? Dat is wat ik jou vraag. Kan ze leven op je geld wat je krijgt van die shows? Dat is wat ik jou vraag. Het zijn juist een jaar, we moeten voor jou
Hoe zodat zij groter prijs kan vragen, zodat zij kan leven van anderen. Kwaai. Zodat zij kan het maken. Zoals ons is historie, want ons is obviously mensen wat achter ons kijkt. Yes. Net zo. Wat ons doen is, ons het tikkie. Like elke geek, ons vat nou en dan, but yeah. Hoe kan ons soos laat die ook groei, you understand? So een dag as haar kom, ook okay, die vriend bekeert die, of ons die side, kijk ons gaat op die stuk, dan kan ons allemaal net lezen. Lekker stuk, you understand? Krijg een haar is haar nog, you understand? Van ons wat die altijd, you know? So wanneer haar bekeert, haar is, ja. Okay. So, wat is een van die, hoe kan ik zeggen, community project wat jullie samen gewisset, was jullie op enige in een community project, hebben jullie al? Ons doen elke jaar like a youth day. A youth day. In park voor de lighties. Mm. So, like ja, like papa's bobbies, die bobbies wat ze moos like numbers gemaakt het. Mm. Hulle toek lazia. Hulle toek lazia. Ja. Oké, ik ken niet, hij is een inside joke. Ja, ja. But ja, anyways. Toen hulle like, look, ons like, nou, ons maak numbers. Ja. Yeah. Hulle like, mijn ooster kom meeting gehou. Oké, ons moet dit doen en dit doen. But hulle wil het gehou, wat like, ons net gejaap, ons kan perform. Okay. For free, for the youth, yeah. For the youth, you understand, party pickets, so like, ons try ook ons het stuk, bring ons het kan ja. Terug te gee in die community. Ja. Mm. Nou hoi, nou so, hulle sê van baie mense, misschien as hulle nou artists raak, nou, maar kijk eens, julle moet nou die dinge, die nou eerlijk wees, as ek nou of die gaat vragen, doen hulle drugs? Het hulle ooit geëxperiment met cocaïne? Ik loop in my dag, het is uit. Cocaïne, ecstasy, alcohol. Alcohol. Nah, so listen, do you guys drink alcohol? Yes. Alcohol anytime. Nah, and then okay. No, but nah, ik proef my kaas. Ik proef your kaas. It's fine. Wow. Nah, die reden ik die vraag begin, because we see lots of artists now klim hulle in die kamer en sê like, yeah, my bro, I want blow you in die toilet dan. Sê wat gaat dat aan? Ek persoonlijk, ek is in die game voor jaren, my bro, ek ken hulle allemaal, my bro, ek sê jaren, my bro, vir jou nisaf ons uitkom. Kom ons is so in die plek. And we don't talk about this enough, and hoekom, you see now, there's a fine line between, ek gaat party jou, en ek is een artist, because the thing is, your professionalism always has to be there. Zij kan nie warm gepik is op hy stage. Zij denk ik, volgens is my bro, die man vergeet die woorden op hy stage. Zij is die lyrics. Is, ja, is. Hy klink aan my soos, hou jy uitgebeel. Hy man is klomskoot die liede gedring, hy dag, die sliep sy tong op hy stage. No, but that was just asking, like, if only you're going to sell pimpy. And say, yeah, nah, I was like, see cocaine. And yeah, yeah. But I mean, but obviously, you guys are in the industry now, so you're seeing here, the men's apart, yeah, by it all. So now, what is your mission, or what is your message to the youth? What is the, what the boys come with yellow for skin, men's, what up, now you're to kijk? Okay, so it can alles differ as a roofie super motivational division om te sê, I want you to go for your goals, your dreams. Sê, it can even simple as, moet jy naaie sien soe? Ek het iets om te sê. Ek het iets om te sê. Moet jy naaie sien jylle liefde? Soos dan Nelly gesê het, ne? Ja. Soos dan Nelly gesê het. Waarom is dat even uit? Soos dan Nelly gesê het, hy begin as a producer. Ja. Ek het vir hom gezooi na die tijd, ne? Ja. Soos, ons was jong nog, ons was op high school, like Sliso, Taboo, as allemaal mensen, wat ons like opdruk, wat tools, kijk hier wat dag ze dan jullie samen in studio met tools om ze helpen, you understand? Taboo, hulle, soos goeie vrienden, kijk hier, like, hoe kan ik sê, die, jou tijd kom man, jou tijd zal kom, ja, poes net, hy is al, okay. En een ding nog, moet nie vergiet die nog, met de waarde gaan, hy is toe moet ze kom. Ja, want hy sê jyne, ek wil hier, jylle moet allemaal sê, ja, wat sê jyne, ek wil woord krijg van jylle allemaal, wat is jou, as jy booskap het voor die youth, wat is jou nou? Jo, myne is, ek het nooit, as ek vandag sit, ek het nooit gedink al hier is, but kijk, waar sit ek vandag, is like, my is het like, dat bigetjie met my maar om met die mense te praat, ek het almoes om my aan te gesaite die ook gee luister ek die man se naam ben so wat hier as ek met die man sê ek ook gee ja wat so hier ek sê ek met die man nou raak ek eers jy raak used to was nou weet laat maar baat die waar van as ek ook wat tyd sou ko jy moet net aanhou en aan kwai aan my kant af ne is nie kap en hoe sit dit taf ons light is gery op my broer kenster is om dit huge. Praat vir hy. So ek sê eide vir hulle sê man, sy hoef jy maar na kant te vat, sy kan na my koek vat. Kwaai. En so, sy kan dinge maak werk vir jou, you can make it work for you. So that's my message for them. Beautiful, jou kant bro. Okay.
even in say man, like, hoe kan ek sê, as jy 'n ding het wat jy van nou en jy voel nee, die is my ding. Al het kan met dommes vir ander mense. Ze doen jou ding, hulle gaat jou uitlag, ze doen jou ding. Mm. Is dan van, ze maken het voor hulle nie, is voor jou. Is jouw droom, zag het net my bro. Kwaai. Ik wil bij, hulle van my uitgelag soos ek gesê het. Oh. Maar kijk nou. Can I tell you a very interesting story, my bro? As ik nou terug ga naar mijn lieve, my bro, ik is nou op je rijden amper, jou of ja, my bro. Wat ik begin het, my bro, het een persoon mij geluisterd, het was mijn ma. En wanneer mijn ma, en misschien een nachtje van mij en mijn sister, is drie mensen. Die mensen zeggen, my bro, wat maken ze op je rijden? Ja, of ja, later luister je hele kap. Verstaan ze? Oh, no one believe. Ik heb video's gemaakt. Ze is nou social media video's. Ik ben wat Facebook beginnen. Toen maak ik misschien nou video's waar. Die video's waar gaan een miljoen. Jullie die video's kijken. Jullie weten toch waar die video's. Jullie kennen die video's. Maar wat I'm saying is, when I was doing it, die mensen zeggen me, bro, wat maakt die man? Hulle nooit geweten wat dag is het er redelijk. Als een industrie. Die mensen raken nou famous over die dingen. Die mensen raken nog gezien door die dingen. Die mensen zeggen, what are you doing? Ik moet even praten met hij. The people were laughing about it in the beginning. Nou krijg je rand voor die ding. Nou wil hulle ook opklim. Hij is alle mensen wat gelachen. Ik wil ook aan doen. Zij krijg je nou niks bij niks. Ja. Hij was nog 18 different cruises. Als we weer die episode kijken. Is gonna be another 210 cruise. Wat ook namens dus jullie gaan maken. En dan zei hij, nou, hij moet je maken aan de rand. Alles op je stages, op je vissen. Zo so, ja, yeah, that's why I like your message. Keep going. Dat is bij je belang. Ik heb een paar woody rode questions hier voor jullie. So if you ever watch any of the episodes, listen, can we do English also? Can you do English and Afrikaans? Yeah, yeah, yeah. Do you speak English? Give us a little bit of English. Give me your best English sentence, hey, boss. My best English. Listen, because last sometimes people watch the episode and say, yo, I miss it. But ik wil eindelijk zien ze getoeëren. Het gaat net Afrikaans praten. Maar gooi je maar net zo'n stukje Engels. Enige ding wat ze wil zeggen. Ja. Say whatever you want, the maak is aan, wat is je? Nee, ik dit iets in Engels, moes. Inige iets, inige iets. Fotosynthesis. Fotosynthesis. Wat betekent dat? Okay. Respiration. Wat is jij? Respiration. Nou, wait. Net zoals hij. Wat is jouw nummer? Meditation. Moment communication, denk ik. Minus anticipation. Anticipation. Dank u. Oh, wat zei je? Oké. Nou, ik wil die minus van allemaal woorden. Respiration, ja, respiration. Ijs aan precies een natural science, ne? Krijg je fotosynthesis. Het is like een proces van planten, waar yes, de okay. DNA en DNA. Yeah. Respiration, als aan precies die cousin van hij, maar is nog een cycle, you understand? Of, ja, wat? Ik versta niet. Ik versta niet. Oké, en jouw de wassen? Meditation, zijn we een beetje verder met die. Zijn we een beetje dank? Oké. En jouw nog? Ze vat net, man. Huh? Ik vat net. Ik hoe moet je dat nou? Zeg er iets voor. Wat betekent het tussen bij zeven? Ze vat wat? Die is die beste episode wat ik ooit record. Die is die beste episode. Oké, nou gaan we eens inklimmen die woedier all the questions. Oké, dan. Sna, zou ze verkiezen om al viskes, zout bij kossie te eet? Of is haar moosa gevolg met kossiesters? Repeat quickly. Zou jij verkiezen om een viskes zoutbek kossie te eet? Of een samosa gevolg met koeksisters? Samosa. Als een samosa met koeksisters binnen? Luister mooi. Samosa. Samosa. Ik sta okay. Op samosa. Wat denk jij? Wat zal jij kiezen? Ah, ik zou maar gaan met die samosa en die koeksisters. Samosa, ja. Samosa. Oké, okay, en jij? Samosa ook. Zou je zien ook? Ja. Ja. Wacht met die man voor me nou jouw tijd, wacht. Laksman, mijn broer is hier met de PSA. Mijn broer is op die PSA podcast met Huis Toe Records. Waar is Bernie? Mijn broer zei van Bernie, is bij de Woodstock Exchange. Ja, maar dan ben je recorded nou, zoals jij broer moet komen. Woodstock Exchange, fourth floor. Ja. Ja, go beans. Ja,
Wat ik ons kon nou eens doen, jongen. En zeer veel maat, hij moet ook naar huis toe komen. Zij. Oké. Rijter, rijter. Ik zie je nou. Zou je even kiezen om je boltong te eten? Met ice cream? Of je boltong te eten met peanut butter? Ice cream. Ice cream, too. Boltong met peanut butter of met ice cream? Ja, peanut. Nah, ice cream. Huh? Oh. Ice cream. Vanille, vanille. Vanille en boltong. Huh? Vanille en boltong. Vanille en boltong. En jij, bro? Ik had die ice cream gehad, ja, ice cream. Oké, nou. Zie nou, dit is een baie belangrijke question. Ik heb baie mensen die gevraagd, zie nou. Jullie moest nog op in cabine nog oud, jullie is nog hier. Rega boe. Zo zie je dan morgen iemand zeggen voor jullie, why? You can become the biggest group in the world, no? Die jullie Zuid-Afrika, die grootste, highest pain, whatever, no? Maar jullie moet, paai zeggen voor jullie maas, paas, sisters, broers, jullie gemeenschap, jullie kan nooit weer voor jullie zien, nee? Jullie zijn de rijkste wees, maar je kan niet meer je gemeenschap of je mensen weer zien, nee? Zal zij blij en nooit hij succes krijgen, nee? Of zal zij gaan? Nee, ik zou blij. Dan zeg blij. Ik zal niet, nee, ik zou blij. Ik zou blij, oké. Ja? Ah, ik zou blij, want ik weet aan mijn ma en mijn familie, ik zou altijd de beste. Oké. Kwaai? Kijk eens, jullie hoeven allemaal niet zelf antwoord te geven. Nee, alles zal blij. Ik zou wel blij mee willen krijgen. Nee, ik definitief zal ik blij. Zij zal blij? Blij. Hoor, van jullie, ik ga move, jong. Kijk eens, ik ga jullie allemaal zien, ik zal je al EFT en Steve, maar dat kan allemaal aangaan, jong. Nee, ik maak het zo. Nee, ik heb bij je mensen eigen vragen, like, would you go, would you stay? Because the thing is, als je blij nou zegt, ja, weet je wat, ik ga blij voor jullie. Dan is jullie nog kak met een man hier bij je huis. Ik ga moest gewoon gaan. Allemaal die tijd braaf, wat misschien sokken gespeeld had, wat moet proge wissen. Ja, was het niet deel met Bean, wat zie je gezien, zal ik proge wissen. Nou, het zijn wel die eibro in je huis, zodat ik een muziek heb. Ja, weet je wat, ik ben nogal blij voor jullie. Ik ben gewoon kak geblij. Drie deel aan mijn zo kak hier bij je huis. Ik ga die beste gewissen. Je praat in jouw nek, zien ze. Nou, blij zijn, want witte scheren, die mensen gaan scoren. Mensen gaan kwaad, dat klonk goed. Oké, you'll stay. Straight up, jullie zijn al blij. Oké, ik heb nog een paar questions hier voor jullie. Zou je even kiezen om een koeikop broekje te eten? Een koeikop broekje te eten? Of een hoenenfrikadeel broekje? Een hoenenfrikadeel? Hoenenfrikadeel broekje. Jullie lijken ze hier nou verheidings maken. De twee hoenenfrikadeel is al lekker. Hij is al lekker, ja. Oké, maar nou, we gaan zo een beetje terug, maar is er anyone that you guys wanna do a feature with a song? Een number misschien wat jullie willen doen? Misschien, kijk, die persoon die episode, weet je. Het hoeft niet local te visiten. Oké, geef mij nou twee local, twee international. If you could do a song with someone, wie zal hij mensen is? Lucky Laxman, in China. Lucky Laxman? Hij was hij broer op je phone nou? Ahoy. Ja, oké, hij is hier nou. Oké, Laxman en in China, wat dan zei? Ik, en ik zit twee local en twee international. Ja. Yen, maak maar yen. Oké, wat is die broer wat ik nou ga noemen? Is hij local? Hij is daar, maar hij is nog niet. Like full potential wise. Ja. So ik zal zeggen, als definitely Mr. Taylor. Mr. Taylor? Kwaai. Mr. Taylor is warm. Ik weet, in international, definitely black coffee. Black coffee en Mr. Ja. Taylor. Hij is heel rustig gewonnen. Ja. Maybe we don't know, we're gonna watch this episode, maybe in 3 years from now, zijn namens gedoen nou? Na? Inshallah. Dat wat denk jij? Amen. Ik als ik het samen opgegroeid. Dus ik en locally, definitely must het tell us zelf. Oké. Even though het in de Koran gezien. En dan international. Ja. Wie zal live is. Ik weet het. In nacht iemand, dat is een vocalist. Ik hou bij je, maar hij is al nasty see. Nasty see? Definitief. Ook definitief, nasty see. Kwaai. Jou nou, wat is jouw twee bro? Beetje nare, oma. Maar international is je naai, misschien ook een. Ja. Ik wil haar met dangeses. En dan een nou zo, met burnerboy. Met burnerboy? Kwaai ja. Ik wil zo, want ik was in misschien local naai, maar dat hele, want ik het. Ze me altijd, maar ze melo's is wat. Hoe kijk bij je op naar Mr. Taylor? Mr. Taylor is aan die brand, ik moet naar je zeggen. Wat is een van de nieuwe namens? Is Boomslang een van de nieuwe namens? Ja, oké, zo. Ons gaan die dingen niet aan die brand gaan maken. Jullie moeten nou weer performen, want dan komen ze nou een crowd die allemaal zo dop.
Sê vir die mense, wie is allemaal hier in die studio saam met ons? Wie hou die hele ding dopie? Wie is ons crowd? Moet ek aan hier nog gooi? Moet aan hier Lies hier nog gooi? Nah, zit hij dan gestuurd niet meer, bro? Oh, hij is aan. Hij is aan. Stuur het nou. Stuur hem nou. Plaats stuur. So guys, listen here. So what we doing? We're going to let him perform one of the numbers when I was here. Je net zie. Hij is toe jou vijand. Moet ik aan je nog gooi? Oké, als klaar gespeeld. Zullen we weer? Right now. Welcome. Hij is toe records, Mr. Meyer. Bye, dank je. PSA Podcast. Kan je nog zien van ons dat tepant krijgen? Mr. Tepant te zoeken. Dit wat ek sê oor die intro vir ons, man, asseblief. Twee petje, oja. Kom, Jay. Welcome to the PSA Podcast, baby. We changing the game. Jay, gaan. Okay. Hier gaat ons. Come on. Die man weet dus wat die episode is. Right up, zeven lopen, lekker jong. Als je naar huis toe bent in vijand. Die kan je komen, zijn vat aan mij aan. Als je naar huis toe bent in vijand. Die kan je komen, zijn vat aan mij aan. Je gaat die namen nou kan. Listen. Mannen. Nee, je mag kak. Listen, maar nou wachten die mensen eigenlijk. Wat is hier niks zo? Die dag dat je maar nou uitkomt zo. Ik ga het spelen, guys. Ik durf. Bijna kan ik denk dat ik persoonlijk. Mijn broer, jij dat is hier? Ik kan nog niet. Jij kan? Ik durf van plek in november en ik voel die dan naar Vistopname. Vistopname, why? Oké, je zegt, wat vind je dat? Baba. Ja, en je, dus ik zeg maar een EP, guys, dat ik helemaal niet weet. Oké, guys, dat is weer een kut. Ja, ik ben als plan. Vier! Scottie Stein. Hi Tom. Broken. Hello man. Hello man. Warum guys? Hi Tom. Warum?
Back with another public service announcement. Hey! Yeah, I don't know if you guys are feeling good this morning.